180.000 kinderen in Vlaanderen leven in armoede. 1 op de 4 kinderen in Antwerpen wordt in een kansarm gezin geboren. Gezinnen met een laag inkomen hebben recht op een goede woning, maar in de praktijk is dat niet zo. Een degelijke woning kopen is voor veel families geen optie. De prijzen voor een huis zijn op 10 jaar tijd verdubbeld. Ook een sociale woning vinden ze niet. Er is een enorm gebrek aan grote sociale woningen. Heb je 3 slaapkamers nodig, dan moet je al gauw 10 jaar wachten. Privaat huren is voor deze gezinnen vaak de enige oplossing. Maar ook hier is de vraag groter dan het aanbod. Gezinnen met een laag inkomen hebben geen keuze. Ze moeten de huizen nemen die overblijven. Slecht wonen zorgt voor hoge energiefacturen, zwakkere gezondheid, plaatsgebrek, stress en gebrek aan sociaal contact. Op de huidige woonmarkt is er voor deze gezinnen geen oplossing. Een groep gezinnen vond het hoog tijd om zelf werk te maken van een degelijk alternatief. Veel huizen staan leeg. Met collectief goed renoveren we op een creatieve manier, samen met de partners zoals scholen en bedrijven. Zo houden we de kosten laag en kunnen we betaalbaar verhuren. We creëren een nieuw woonsysteem voor grotere gezinnen met een klein budget. Een degelijke woning is een basisrecht, maar draagt vooral bij aan een waardig en gelukkig leven. Het doel van collectief goed is om samen degelijk en betaalbare woningen te realiseren voor zoveel mogelijk gezinnen. Daar kan jij aan meewerken.